Een hagelnieuwe game met alle toppers uit de internationale voetbalwereld. En daar staat nu ook het eerste van PEC Zwolle tussen. Hoppa, Asjete. Hoppa. Ga weg, aan mijn buurtje ook in die kap. Asjete vrij. Hoppa, lopen Asjete. Steekbal. Rojdi Asjete en Mustafa Saimak spelen zichzelf. En dat bevalt ze ook nog. Keeper. Het is leuk om je echt terug te zien op de PlayStation. En als je je kopje even voorbij ziet komen of in een doelpunt scoort, is wel leuk om te zien. Ja! Word je hier nou rijk van? ik word niet rijk volgens mij, maar FIFA zelf heeft wel aardig geld gemaakt, denk ik. Ja. Nou, dat klopt wel. De nieuwe game gaat grif over de toonbank. Voetbal en gamen, het heeft blijkbaar iets magisch. Helemaal wanneer je eigen clubje erin zit. Je kijkt toch naar de wedstrijd van zo, nu kan je er ook mee spelen. Maar was dat ook voor jou een extra reden om het te willen hebben? Nou, niet echt. Ik zou het sowieso al kopen. Maar het is toch wel leuk dat FC Zwolle nou ook in zo'n groot spel zit. Ja, vooral voor de spelers die hier uit de buurt komen, denk ik, is dat wel mooi, hè? Speel mij ook in dan. Ik weet niet waar je bent. Jullie moeten weg, jongens, strijder. Nee, kijk. Speel nog een keer. Oh! Nou, het is gewoon leuk om je eigen terug te zien op de PlayStation. En ik hoor positieve verhalen van de jongens. Van stuur me een WhatsApp of een ping van, hey, kijk eens even hier. Ik heb van een aantal klanten wel zeker gehoord dat ze het echt leuk vinden dat PEC erin zit. En dat ze ook gewoon echt wel met PEC gaan spelen. Mijn balans kan wel wat hoger. Nou, ik ben niet zo goed in springen, want zo groot ben ik ook weer niet. Maar het klopt redelijk. Ja, agressiviteit mag ook wat hoger, want ik ben van een agressieve speler. Dus, Is het ook goed voor je transferwaarde om in zo'n spelletje te zitten? Volgens mij moet je het. Het is allemaal leuk en aardig, maar volgens mij moet je op het veld laten zien van wat je echt kan. Dit hoort er gewoon lekker bij, maar meer niet. Nee, dit hoort gewoon een beetje bij, een beetje lol maken. Dat is het leukste.